Ik ben Yvonne Roodaert. Ik werk voor Radar Advies. En Radar Advies is een bureau voor sociale vraagstukken. Mag ik Maria even meenemen? Jij mag Maria even meenemen. En eigenlijk kun je zeggen dat ik al zo'n bijna 35, 40 jaar betrokken ben bij het sociale domein. Wat ik heel fijn vind in de voorgenomen wijzigingen is dat de verantwoordelijkheid voor de inburgering weer teruggaat naar de gemeente. Je legt nu de verantwoordelijkheid bij statushouders die echt niet weten welke verantwoordelijkheid ze krijgen. Helemaal niet snappen wat ze allemaal moeten. En voordat je het weet, komen ze in de problemen. En we willen jou in februari op het mbo hebben. Dus heel hard oefenen, jongeman. Ja, klopt. Oké? Wat ik voor de mensen heel fijn vind, is dat je maatwerk kunt gaan leveren. Dus dat je kunt zeggen, van, joh, voor de een ga je versneld inburgen, de ander doet er langer over dan die 600 uur of 3 jaar of wat dan ook. Ik ga even Abdou erbij halen, goed? Ja. Abdou, wil je even aanschuiven? Wat ik graag van Rahil zou willen horen, is hoe Maria hem het beste kan ondersteunen. Dus hoe leert hij? Een van de zaken waar wij tegenaan lopen is, de sociale dienst heeft ook de opdracht van gemeenten om mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dat is niet altijd ten gunste van de statushouders. Soms wil je dat mensen de gelegenheid krijgen om te studeren, omdat ze hoog opgeleid waren, omdat ze ambitieus zijn, omdat ze zich ook maximaal inspannen. Sancties zijn soms nuttig als je zeker weet dat iemand echt lak heeft aan de afspraken die je met iemand maakt. Hij doet of zij van alles wat hij vooral niet moet doen. Dan is het handig om het soms te laten voelen in de portemonnee. Maar het is nooit verstandig om dan gelijk iemand 3 maanden uit te sluiten. Want je bouwt een schuld op in 3 maanden waar je de komende 2, 3 jaar vaak niet meer overheen komt. Laat mensen die een vak hebben geleerd in het land van herkomst alsjeblieft een soort akte van bekwaamheid krijgen. Dat ze ergens kunnen laten zien wat ze kunnen. En dat ze niet door onze hele opleidingsmolen moeten. Het zijn vaklui, het waren vaklui. Misschien werken wij in Nederland met andere materialen. Maar geef ze de kans om het te laten zien. En dat is echt een uit mijn hart.